Hoe ziet een vals paspoort eruit? En hoe speurt een hond bommen op? Nou, kinderen mochten vandaag meelopen met de marechaussee op Schiphol. Dat is de politie van het leger en zij gaan over de veiligheid van het vliegveld. Het is voor het eerst dat kinderen daar achter de schermen mochten kijken. 250 landen, mensen van 250 landen komen we hier tegen op Schiphol. Dus ja, daar zitten ook wel eens mensen bij met valse paspoorten. Dus, en die worden hier dan onderzocht. En jullie gaan hier zien wat we dus allemaal tegenkomen. Waar zijn jullie van? Van de kinderuniversiteit. Dat is een soort van zondagse school. En dan ga je met een stuk of 14 kinderen. Ga je elke zondag naar allemaal bedrijven. En dan zie je wat voor beroepen er allemaal zijn. Wat vind je ervan? Is wel leuk. Nu beschijn ik hem met het UV-lampje. Maar dan zie je bij het valse document dat het gewoon maar wit papier is. Daar is geen speciale inkt gebruikt om het document te beveiligen. De watermerk is ook een hele belangrijke beveiliging. Nou, zie je een verschil? Dit is de echte, dit is de valse. En hoeveel valse paspoorten vangen jullie wel eens per jaar? Ja, dat wisselt een beetje. Maar ongeveer op deze afdeling zijn zo'n 1000 mensen. Geen valse? Nee, geen valse. Deze keer waren ze allemaal goed. Hoe bijzonder is het nou, deze rondleiding? Ja, dat is heel bijzonder. Normaal gesproken komen kinderen hier niet op bezoek om bij de marechaussee te kijken wat wij allemaal doen. Dus ja, het is ook de eerste keer en we gaan kijken of de kinderen dat leuk vinden en of wij dat ook wat prettig ervaren. Want ja, de jeugd heeft de toekomst. Dus jullie gaan dit misschien wel vaker doen? Dat sluit ik niet uit. Dit is eigenlijk een hele bijzondere hond, want die kan bommen opsnuffelen. Natuurlijk wel super leuk om elke dag gewoon met je huisdier te kunnen werken. Super. Het is geweldig. Mooie baan kan ik me niet voorstellen. Is het beroep iets voor jou? Nee. Niks voor mij. Nee, ik vind het wel een leuk vak, maar niet om later te doen voor mij. En misschien later wel, ja. Wat vond je nou heel grappig wat je vandaag gedaan hebt? Op die soort van scooters rijden. Die scooters met twee wielen. Was het leuk? Ja, dat was het leukste.